We zijn vandaag te gast in de gemeente Westerveld. Ja, is de gemeente Westerveld een echte regio waar de economie bovenaan staat, ja of nee? Of is het een beetje een slaperige gemeente? Daar gaan we antwoord op krijgen in Ondernemend. Daar kijkt u naar. Ik zei het al, Westerveld, we zitten in knooppunt in Havelte. En ik zit er niet alleen, drie gasten en Ton Hensen. Andries, Wiebrie Gaasta, directeur van Schouwburg Ochterop te Meppel. Jan Vielink, exportant, eigenaar van theaterrestaurant Het Schellentje. En de wethouder van Economie en Financiën, Klaas Smit. Welkom. Ja, geef meteen maar antwoord dan. Is het een slaperige gemeente, Westerveld? Want je ziet het niet zoveel, je hoort het niet zoveel als het over economie gaat. Of valt dat toch wel mee? Er wordt in alle rust keihard gewerkt hier. In alle rust? Dat is een beetje het kenmerk van Westerveld? Ja, en we hebben behoorlijk wat vooruitgang geboekt met de ondernemers. Ondernemers zijn op dit moment, is mijn gevoel ook, uit gesprekken met hun, de crisis wat voorbij. We hebben natuurlijk ook last gehad van de crisis. Alhoewel het kenmerk van Westerveld is wel dat we in de conjuncturele bewegingen altijd een beetje wat gedempt reageren. Maar met name de toeristische sector heeft echt de lijden gehad van terugloop van belangstelling en het nieuwe Ecorisch-rapport wat op het recreatieschapcongres is gepresenteerd gaf aan dat we ten opzichte van 2014 in 2015 met 25% hebben geplust qua bestedingen. Van toerisme. Dat is zowel dagrecreatie als verblijfsrecreatie. We zien wel een verschuiving van verblijfsrecreatie naar dagrecreatie. Korter verblijf, maar meer mensen. Dus maar is dat dan waar de gemeente Westerveld het van moet hebben dan het toerisme? Want ja, veel bedrijventerreinen, veel echte grotere bedrijven heb je hier niet. Dan moet je al wat verder weg. Nee, maar grote bedrijventerreinen willen we ook niet. Dat past ook niet bij het karakter van onze gemeente. Het is een landelijke gemeente, rust, ruimte, groen. Dat laten we graag over aan de plaats en de omgeving. Nee, wij moeten het echt hebben van ons landschap, onze natuur, onze cultuur. En we proberen ook, en dat is wel een beweging, hè, de toeristische consument is steeds verwender. Dus hij is niet meer, en hij komt ook vaak steeds korter. Hè, dus hij bereidt zich ook niet zo goed voor op een bezoek. En toch ligt dan bij ons de taak om te zorgen dat hij, naast wat ik net noemde, die rust, die ruimte, die stilte, dat hij ook beleving krijgt. Nou, daar wordt nu volop aan gewerkt. Zoals? Nou, het belangrijkste is natuurlijk waar we nu op streven, is die UNESCO-nominatie, of die UNESCO-erfgoedaanwijzing voor het koloniegebied. Dat is een heel stuk beleving. Maar we hebben natuurlijk ook bestaande beleving in de vorm van Shakespeare Theater. We zijn bezig een toeristische infrastructuur aan te leggen via dat poortenmodel. Hè, het Holtingenveld hier vlakbij, maar ook het Dwingelenveld, Drents-Friese-Wold. Proberen een structuur aan te brengen waar de toeristen weg in kan vinden en het verhaal kan beleven van Westerveld. En ook dat als beleving ervaart. Maar hebben jullie enig idee hoeveel mensen dan in de toeristische sector werkzaam zijn? Want je moet toch ergens je geld vandaan halen? Je kunt hier wel wonen, maar je moet ergens wat verdienen. Ja, volgens mij het Ecorisch-rapport gaf aan dat er zo'n 1200 mensen in de sector werken. Dat is toch best wel Dat is de directe werkgelegenheid en is natuurlijk wat afgeleide werkgelegenheid. Want we hebben een gemeente met bijna 20.000 inwoners. We hebben 4 supermarkten. Is dat bijzonder dan? Nou, als je kijkt naar die tabelletjes die supermarktketens hanteren van nou, hoeveel is verantwoord, dan zitten we daar ver boven. Hè? Onze Doede Simonides die de Coop in Vledder heeft, die wint elke keer prijzen, ook binnen de sector. Omdat naar zijn achterland gerekend hij het geweldig goed doet. En is Astron een grote werkgever? Astron toch is toonaangevend? Ja. We hebben 3 grote werkgevers, als ik het even mag schennen. Daarna heel veel kleinere werkgevers. Defensie is verreweg de grootste. Hè? Het wisselt een beetje qua bezetting, maar het ligt in Steenwijkerland. Maar ja, de ingang is in Westerveld. De ingang is in Westerveld. Dus, het is een kazerne van Westerveld. Ja, maar ook het Centraal Bureau voor Statistiek houdt die populatie voor ons, voor onze gemeente. Want de kazerne betaalt OZB aan de gemeente Westerveld? Nee, Steenwijkerland. Dat is nou pech. Maar dat is dus een grote werkgever? Dat is een grote werkgever, een hele boeiende werkgever. En het is gelukkig ook binnen de bezuinigingen in Defensie die gelukkig voorbij zijn, is het ook ontkomen aan een sterke krimp, sterker nog ze groeien. Hoeve Bosoort is een grote werkgever, TBS-instelling, waar ook wat discussie is geweest over locatie en samentrekken in het Westen. Gelukkig ook dankzij onze burgemeester, en het geldt ook voor de kazerne, die beweging wel gestuit. En verder is Astron als wetenschappelijk instituut natuurlijk toonaangevend in de wereld en zit in Dwingelo. En daar werken ook een 300-400 man. Wat zou je als gemeente nou nog moeten doen, of wat kun je doen dan om het wat bruisender weer te maken, om het nog groter te maken? Of is dat het doel helemaal niet? Nou, het is wel het doel, want kijk, Westerveld is ooit, of is eigenlijk een krimpgemeente. Alles vertrekt naar Meppel. Ja, maar sommige dingen mogen ook naar Meppel. Dat is helemaal niet erg. Kijk, we zitten binnen de regio Zwolle en we zien voor onszelf daar wel een functie in.
Regio Zwolle is booming, dat bruist heel erg. Bij ons bruist het dan een beetje. Maar dat mag ook wel. Kijk, wij zien binnen de regio Zwolle onze rol als zeg maar, het uitloopgebied, het recreatiegebied. Daar waar je je hond uitlaat, daar waar je op je mountainbike springt. Maar ook waar je, als je ervan houdt, heel mooi kunt wonen in het groen, in een hoge kwaliteit. Dus we zien ons ook als het, zeg maar, de villa-wijk van de regio Zwolle. En daar hebben we functie in. En dat werkt? Het werkt altijd al. Ja, hoe dan? Nou, omdat hier heel veel mensen die succesvol zijn in de regio Zwolle hier wonen. Alleen die lopen er niet mee te kopen. Dat hoort ook bij hun instellingen. We willen in alle rust, vrijwel anoniem in een prachtige omgeving wonen met een normale verhouding tot de lokale bevolking. Dat is voor jullie als gemeente prima. Dat is wat, dat is ja, ik denk als je kijkt naar wat wij kunnen betekenen voor de regio Zwolle. Want ik draai het om, hè, bewust. We kijken niet wat de regio Zwolle voor ons kan betekenen, maar kijken ook wat wij voor de regio Zwolle kunnen betekenen. Dan zien we daar een paar relevante functies. Dus toch een beetje een slaapgemeente? Nee, Andries. Ja. Nee. Het kan zijn dat we publicitair iets harder aan de weg mogen timmen. Maar soms denk ik wel vanuit het politieke perspectief. Och, elke week dat we de krant niet gehaald hebben, is ook prima. Nou, ik vraag wel aan jullie dan. Jullie zitten in Meppel. Een mooie omgeving. Ja. Nou, je neemt dat Shakespeare Theater. Wat vind je ervan? Dat is toch een pareltje? Ja, dat vind ik fantastisch. En het is ook een pareltje, maar ook met landelijke uitstraling. He, je ziet je journalisten van de Volkskrant, die gaan wel naar Shakespeare Theater Diever om een première bij te wonen. En die komen hier in Ochterop waarschijnlijk? Niet zo vaak, nee. Dus dat is echt heel uniek ook wat het is. En het kwaliteitsniveau is echt bijzonder hoog. En ik vind het echt knap dat ze zo lang die traditie kunnen bewaren. En dat moet je echt koesteren als gemeente. Dat heeft ook economische waarde, toch? Zo'n theater voor de uitstalling? Het heeft voornamelijk maatschappelijke waarde. Wat ik daar zie, dat er bijna 100 of zelfs ruim 100 vrijwilligers, bijna het hele jaar, hè, maar we denken dat het alleen in de zomer is, maar bijna het hele jaar hard werken om die zomervoorstellingen, die 22 voorstellingen mogelijk te maken. Maar dat creëert ook een ontmoetingsplaats voor je lokale bevolking. Er is een heel team van dames bezig kleding te maken. Er is een heel team van heren bezig dat theater netjes te houden en een decor te bouwen. Het is ook maatschappelijk gesproken een ontmoetingsplek. Waar men elkaar leert kennen, waar men elkaar behoeftes leert kennen, waar men elkaar bijstaat als het even lastig wordt, helpt wanneer ze moeten reizen en dat niet meer kunnen. Het heeft voor mijn gevoel vooral een maatschappelijke betekenis. Dat het daarna toeristisch wat doet, ja. Fantastisch, altijd uitverkocht sinds een jaar dus. Dat betekent heel veel ook op kwaliteit. Dat is meegenomen, maar ik vind vooral dat maatschappelijk effect heel boeiend. Daar gaan we het zo meteen misschien wel even verder over hebben. Over theaters in ieder geval. En misschien wel met de combinatie van de gemeente Westerveld ook. We gaan eerst even naar buiten. We gaan naar een bakkerij, want het is tijd voor kerst, oud en nieuw. Dan hebben ze het ontzettend druk. Ik ben Erwin Teunissen. Welkom bij Banketbakkerij Nijstad in Meppel. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Met kerst is het eigenlijk nooit te druk. Je weet dat kerst altijd een drukke periode is. Net als Sinterklaas en oud en nieuw, maar is eigenlijk qua werk is eigenlijk de mooiste tijd van het jaar om te werken. Met kerst is de aanpoon er geen probleem mee en dat doet iedereen. En iedereen is vrolijk, net wat ik zeg, we hebben gelijk kerst. En ze weten, dat weet je van tevoren, hè? Anders moet je in de bakkerij gaan werken. De kerstdijk, spiraal frambozenbessen, de spiegelslag, dan komt de crèmeboom op en mijn sushi's aan de kant. Nou, boeiend. Man, it doesn't show signs of stopping. And I brought me some corn for popping. The lights are turned way down low. And let it snow. Ik denk dat veel mensen het onderschatten. Wat voor handeling als er gedaan wordt om een taart te maken of een gebakje te maken. Ik denk dat ze het op televisie wel zien met heel Holland bak. Hoe die soms aan het stuntelen zijn. Om iets moois te maken. Let it snow, let it snow, let it snow. Een lekkere laag mokkelcreme. Twee keer gevuld. En die gooien we in de koeling en dan hebben we een grote pan. Mokkel fondant.
En dan prik meteen dan op de kop in de mokken van dan. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. Dus de variatie, de uitdaging om een mooi product te maken, een lekker product te maken. Ben ik blij maken, hè? All the way home I'll be warm. Wat dat betreft is gewoon de hele maand december is het aanpoten. Nou, dat is januari en dan is het in mijn uitblazen en dan is het weer opnieuw beginnen. Heb je de kersttollen al ingeslagen? Nee, dat wordt eind volgende week. Het is toch altijd weer een beetje spannend, want ik heb altijd dan pas weer een beetje tijd. En dan hoop ik dat ze er nog zijn, want dan heb je zo'n boodschappenlijst. Wiebrich Kaaster, je had van de week een bijzonder indrukwekkende voorstelling over Aleppo. Een compositie van Merlijn 12 over uit Wapserveen, dit gebied. Hoe ben je bij deze productie gekomen? Toevallig Brigitte Hagen, de operazangeres in deze productie, die tipte mij hierover. En die zei van, dit is echt een urgent stuk. En dan boek je die voorstelling een jaar geleden. En ja, het was echt, het kreeg zoveel lading, omdat het juist op de dag dat Aleppo viel, die voorstelling werd gespeeld. En met Syrische muzikanten die echt diep ontroerd waren. En die ontroering werd ook overgebracht op het publiek. En Syrische bezoekers? En heel veel Syrische bezoekers hadden we. Dus nieuwe Meppelers ook. Die ook voor het eerst de Schouwburg inkwamen. En ja, het was een van de meest indrukwekkende avonden in de afgelopen... mijn ochteropgeschiedenis. Hoogtepunt in bijna afgelopen jaar? Ja, echt wel één. Omdat het ook echt zo'n kippenvel moment was. Wat voor jaar was het? Ja, het was een heel mooi jaar. Qua bezoekers? Ja, we kunnen het fantastisch afsluiten. We hebben nog nooit zoveel theaterbezoekers gehad. Daarnaast hebben we ook nog een aantal nieuwe ontwikkelingen, zoals het Filmhuis, waardoor ook nog meer bezoekers ons hebben gevonden. En ik kan heel tevreden terugkijken. Het werk is af, kan weer weg. Toch? Dan weer. Voorbereiden voor... Het nieuwe theaterseizoen, dat is waar ik nu volop mee bezig ben. En er komt nog een hele mooie tweede helft, waar ik natuurlijk erg naar uitkijk. Dus is Ochterop een van de oudste schouwburgen in het noorden? In het noorden, ja. Groningen is ouder. Mm-hmm. Dus, en dankzij Groningen is Ochterop ooit ontstaan. Want die artiesten waren op weg naar Groningen, bleven in het koffiehuis overnachten. En zodoende is de Schouwburg in Meppel ontstaan. Je gaat richting een jubileum? Ja, seizoen 17 en 18 wordt ons jubileumseizoen. Dan bestaan we 150 jaar. Dat is echt. Er zijn ook nog maar ongeveer 12 van dit soort type historische schouwburgen. Echt met het goud en het rode pluche, de bonbonnière types. Ja, en dat moeten we koesteren en vieren. En ben je al met de programmering van het jubileum? Ik ben volop met de programmering en met de plannen. Nou, kom erop. Dat houden we nog een beetje onder de pet, maar dat wordt dit voorjaar bekendgemaakt. Dus in aanloop naar het nieuwe seizoen, we hebben nog een eerste mooie helft. Hoe gaat het dan in de rest van Drenthe? We hebben natuurlijk, Zwolle ligt ook dichtbij. Hè? Dus ja. De Spiegel, Theater De Spiegel heb je daar ook nog als groot theater. En de Meente en Steenwijk. De Meente Steenwijk voor jullie vlakbij. Maar dan hebben we ook nog een Atlas Theater in Emmen gekregen. De nieuwe Kolk is een vrij nieuwe theater in Assen. Groningen is ook niet heel ver weg. En dan hebben we Hoogeveen de Theater de Tamboer. En daar zitten jullie dan tussen. Hoe doen jullie dat met z'n allen? Nou, het is heel bijzonder dat Ochterop heeft een hele eigen identiteit. Dus het heeft dan een hele andere uitstraling. Het is een intiem theater waar ik heel blij ben. Een hele fijne kleine zaal. Waarin we net weer die andere voorstellingen kunnen laten zien. En wij onderscheiden ons heel erg als het gaat om toneel. We zijn echt de toneelschouwburg van Drenthe. Ook als het gaat om kleinkunst. Dus we hebben echt een hele eigen profilering. En daarbij merken we ook dat we steeds meer bezoekers trekken van ver buiten Meppel. Dus zelfs bezoekers uit Zwolle die komen bewust naar Ochterop vanwege het intieme karakter en niet het grootschalige. Nu heeft de gemeente fors gesneden in culturele instellingen, Scala. Is Ochterop ook aan de beurt geweest? Ja, dat is zeker de afgelopen 4 jaar hebben we 1,5 ton moeten bezuinigen. Dus dat is echt zonder fors. Dat je de kwaliteit van de programmering hebt moeten loslaten? Ja, natuurlijk ben je veel kritischer op programmering. Aan de andere kant heb ik veel meer gekeken hoe kunnen we meer inverdienen. Dus ik heb dankzij het Fonds voor de Podiumkunst een hele mooie subsidie gekregen om die kwalitatieve programmering, dus als het gaat om dans, om toneel, om dat te kunnen borgen. Wat moet je daarvoor doen om zo'n landelijke subsidie te krijgen? Een aanvraag indienen en daar ook het aantal gesubsidieerde voorstellingen. En wij hebben ongeveer 30% gesubsidieerd. En dat is vrij uniek. Gemiddeld is dat 10% bij de meeste schouwburgen. Hoe belangrijk is Ochterop
voor de gemeente Meppel, bijvoorbeeld in economische zin? Nou, natuurlijk, hè, dat hoor je heel vaak. Vestigingsklimaat, heel belangrijk. Dat mensen in Meppel blijven, omdat het voorzieningenniveau in Meppel natuurlijk uitzonderlijk hoog is voor zo'n stad. Zouden bedrijven dan vertrekken als er geen schouwburg zou zijn? Ik denk als bedrijven kwalitatief goed personeel willen hebben, dan moeten ze echt ook een schouwburg in hun gemeente koesteren. Is dat zo? Nou, ik denk dat wij er ook van mee profiteren in die zin. Maar goed, wij hebben een golfbaan. Dat is voor sommigen ook een vestigingsfactor. Ja, ja. Golfbaan? Ja. Nou, ja, we hebben een 18 holes golfbaan hier in Havel. Dat is vlakbij Meppel. Er zitten heel veel Meppelers die daar golven. Die komen ook vaak bij ons over de vloer. En die Meppelers laten hier ook de hond uit. Dus, en de Westervelders gaan natuurlijk naar Ochterhof. En zien dat ook als een onderdeel van hun voorzieningenniveau. Ja, men ziet het duidelijk ook dat als je de Greenviers ziet op die golfbanen, die komen het hele land vandaan. Die verblijven hier 3-4 dagen en dan spelen ze golf en ze gaan naar Giethoorn. Ik denk, vind altijd dat het gebied, we praten heel veel over Westerveld en Meppel en de Wolde. Maar ik vind het eigenlijk één gebied dat je dat zou moeten ook promoten. Want we hebben 3 nationale parken in het gebied liggen. Er wordt nooit eigenlijk verteld dat het dus een beetje midden in 3 nationale parken ligt. Binnen 5 minuten zit je op het water of zit je midden in de bossen. Je hebt de heide, je hebt het theaters. Zou je dan niet misschien als theater, als Ochterhof, misschien wat meer het gebied in moeten of zo? Of wat een locatietheater, weet ik veel. Ik noem maar wat. Maar. Nou, we hebben al een paar van dat soort voorbeelden gedaan. Maar ik kan wel vertellen, volgend jaar gaan we voor het eerst uitbreiden richting de gemeente Westerveld. Oh, en we gaan een bijzonder, in september een heel bijzonder theaterproject. De Weidekoning, dat gaat over de Grutto, gaan we doen in Wapseveen. Hey. En dat zijn 6 voorstellingen bij een boerderij op locatie. Daar weet je al wat van? Nee, dit is ook een primeur voor mij. Maar ik zie wel een algemene beweging dat onze toeristische consument, maar ook onze inwoners, steeds meer die buitenactiviteit accepteert. Dat is uitermate gangbaar. Hè? Oeral is daar natuurlijk een icoon van. Ja. En Shakespeare Diever ook. Maar we hebben ook voorstellingen gedaan rond de schaapskudde in Dwengelo. Ook in het Sterrenbos een keer, de Nacht van de Nacht. Het buiten cultuur beleven is echt een ding wat groeit. En ik denk ook dat de gemeente als Westerveld daar echt op moet inzetten. Want het heeft zoveel mooie faciliteiten. En die combinatie van natuur en cultuur, dat is echt goud waard. Want ambtelijk is er al een samenwerking tussen Meppel en Westerveld. Dus dat gaat op cultureel niveau worden uitgebreid. En met Shakespeare Theater Diever kunnen we natuurlijk ook dingen uitwisselen. En ik vind dat heel, heel goed ook van Shakespeare Theater Diever. Daar komt publiek wat normaal gesproken nooit in de Schouwburg komt. Dus dat is echt... Ja, kun je een lobby opgezet. Ja, geweldig. Dan zijn we er doorheen en dan is Jan niet aan de beurt geweest. Nou kun je helemaal concentreren op de programmering. De horeca laat je aan Jan Vieling over. Is dat een bijzondere combinatie in theaterland? Het gebeurt meer. En dat is, sommige theaters hebben horeca in eigen beheer. Wij hebben dan de verwachte constructie. Maar het is dat wij allebei op onze eigen manier ons kunnen richten op kwaliteit. En wat we allebei willen natuurlijk is het beste voor ons publiek en ook voor die artiest. Jan Vriendelijk, want even voor de duidelijkheid. Je bent horecaondernemer in Meppel. Ja. Je hebt bij de Schouwburg dus een zaak. Maar je hebt nog meer, hè? Je doet nog meer. Ja, nou, de Schouwburg is wel de hoofdzaak. Je doet ook in pannenkoeken. Je hebt het theater en natuurlijk en de zaal en de exploitatie, de congressen, vergaderingen en dergelijke. En het theater is natuurlijk het belangrijkste item. Ja, daarnaast hebben we nog een klein bedrijfje, eigenlijk een beetje uit nood geboren. Dat we in 1993 een pannenkoekenschip zijn begonnen, wat je dus vroeg. Ja, dat was omdat de zomerperiode in het theater wat rustiger is. En wij toch met een aantal vaste kosten, met personeel, et cetera, zitten, hebben we toen die tweede exploitatie erbij genomen. Dat draait op zichzelf. Hoe lang ben je al horecaondernemer dan? Ik ben geboren in een horecabedrijf. Ja. En Herberg het Plein, dat was vroeger van mijn ouders, mijn opa zelfs. Ik heb er nog een paar jaar in gezeten, maar het was mij te klein eigenlijk. Ik wou wat meer. Het was ook niet de bedoeling dat ik in de zaak van mijn ouders ging. En toen werd ik uiteindelijk, mijn moeder die werd ziek en toen kwam ik noodgedwongen thuis. Want ik wou niet in Meppel blijven. En dat is de reden eigenlijk dat ik wel lang ben blijven plakken in Meppel. En toen ik gevraagd werd voor Frans van der Veen destijds om toch maar naar de gemeente toe aan te geven dat ik misschien wel belangstelling zou hebben. Ja. Dus dat is heel lang gebleven. En zo ontstaan. Door allerlei omstandigheden. Het schelling kan begrepen. 75. Ja. Dus we houden het al een poosje vol. Ja. Niet alleen ik hoor, ik heb een aantal fantastische medewerkers die ook lang bij me werken.
En we hebben gewoon een goed team en ja, je bent een onderdeel van het theater. Waarbij je zelfs onze eigen vakkennis neerleggen en wat betreft het culinaire of het eten en drinken. En dat gaat om echte pieken en dalen. Want het is, de ene dag is het heel rustig en vandaag hebben we een dag met bijna 1000 man over de vloer, allemaal ja, bij elkaar. Wat vindt de Meppelen, wat vinden mensen die bij jullie komen dan lekker eten dan? Waar gaan ze voor? Waar gaan ze bijvoorbeeld niet voor? Nou, waar ze niet voor gaan. Het is wel heel bijzonder. We doen eigenlijk heel veel. Het is niet zo dat wij we hebben een restaurant op een bepaald niveau. We hebben feesten die heel luxe zijn, die luxe kunnen zijn met een mooi diner. Maar het kan ook een stamppottenbuffet zijn. En het kan ook een schoolfeest zijn waar frikandellen verkocht worden, bijvoorbeeld. Hè, als dat al zou moeten. Dus en wanneer kunnen we de eerste sterren verwachten, Jan? Ja, het is geen... Is dat overtrokken? Nee, ja, nee, dat is sowieso een tak apart. Maar daar heb je ook een ander type bedrijf voor nodig. Bij ons is het toch wel vaak wat... Het moet in een bepaald tempo soms met voorstellingen. Mensen komen 6 uur binnen, maar om 7:15 begint wel die voorstelling. Dus dan is het best hectisch. En dat houdt in dat je de rust in het restaurant, wat je normaal in de sterrenrestaurant ziet, dat mensen een avond uitgaan. Op dat moment wat verstoord wordt doordat mensen allemaal in één keer opstaan. En net of het een bomalarm is geweest in de zaak, daar het hele restaurant vol zit en binnen 5 minuten het hele restaurant leeg is. De voorstelling begint. Ja. 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 En dan heb je natuurlijk ook nog de situatie dat je, wat we wel willen gaan doen volgend jaar, is misschien wel grappig. We zitten best wel redelijk vaak vol met de voorstelling. Hè? We trekken echt meer mensen met, ook door de programmering, et cetera, in het restaurant. Ook verder weg merk je dat. Mensen zeggen, nou, we maken de avond totaal van. Hap je eten, parkeren de auto lekker vroeg en we hoeven niet meer naar buiten. Maar we hebben altijd nog 1 tafeltje over en die hebben we nooit gebruikt. En dat is een heel klein tafeltje wat in de keuken zit en dat gaan we volgend jaar maar eens een paar keer gebruiken met theater in de keuken. Oh, waarbij de laatste mensen die er net niet een plekje hebben, die zetten we met 2 mensen in de keuken neer. En dan zien ze gelijk wat er allemaal moet gebeuren. Ja, met de restrictie dat je dan straks moet afwassen. Ja. Nou, dus we zien de afwas wel en als ze tijd over hebben, mogen ze nog even helpen. Ja. Okay. Tot slot, Jan. Ja. Kerst is ook een beetje eten. Heb je wat culinaire tips voor ons? Ja, ja. De tips en om een gerecht helemaal uit te gaan ontleden, dat heb ik eigenlijk niet. Wat ik wel vind met kerst, keep it simple. Mm-hmm. Ga niet te ingewikkeld doen. Zorg dat je de dingen die je maakt of wil maken, dat die makkelijk te bereiden zijn. Mensen zitten altijd met problemen. Het aantal servies, het glaswerk, de koelkast is te klein. Nou, die koelkast is niet. Die koelkast kun je voor de helft gewoon leeghalen. Ja. Want alles wat in de supermarkt niet in de koeling ligt, dat hoef je thuis ook niet in de koeling te doen. Dus dan haal je al heel veel uit die koelkast weg. Met de temperaturen kun je het spullen die je hebt liggen, kun je ook in de schuur leggen. Doe het wel in een koelbox, want anders is de kat en de hond die ervoor geweest misschien. Of buiten, desnoods op de dag zelf als je dingen wat voor moet bereiden. Makkelijke dingen maken. Een voorgerecht met verschillende gerechten, dan zet die op tafel neer, dan krijg je een beetje een proeverijachtig gebeuren. Een soepje tussendoor, die kun je maken. Je kunt al 3 dagen van tevoren kun je wel beginnen met je voorbereiding al, zodat je niet alles op die dag tevoren of die laatste dag hoeft te doen. Ja. Dat kan het stoofpeertjes maken, wat dan toch een typisch graal is, ja, als je een wild gerechtje maakt. Die kun je wel 3, 4, 5 dagen van tevoren al schillen en afkoken en lekker, daar gebeurt niks mee. We raken al in kerststemming. Klaas, een kerstwens. Tot slot. Nou, dat we het succes vasthouden wat we nu in het economische bereik hebben. Maar wat nog heel belangrijk is en wat er ook in meeleeft. We hebben nog een uitdaging om mensen die langere tijd zonder werk zitten naar werk te brengen. Daar zetten we nu volledig op in, want ik denk dat dat heel prettig zou zijn wanneer men deze kerst ingaat zonder werk, dat men de volgende kerst wel werk heeft. Mooi. En dat is onze inzet op dit moment. Jan, je kerstwens. Boe, nou, het heeft wel even een beetje te maken met het theater, want ik heb eergisteravond ook Aleppo gezien. En wat dan door je heen gaat en de beelden van dat verhaal, dan denk ik van dat is een van de eerste dingen waar je dan aan denkt als je praat over een kerstwens in de zin van vrede. En, dus dat, dat vond ik heel indrukwekkend en daar gaat mijn eerste gedachte naar uit als ik over een kerstwens praat. Ja. En gezondheid, ja, en nog een aantal periodes gewoon volop erbij zijn. Heb je nog 1 gast over?
Ja, voor mij blijft het vooral gezondheid en ook te genieten en ook daar ruimte voor maken in die hele drukke tijd. Dus ook af en toe even tijd voor jezelf en voor je gezin. Dat is heel belangrijk. Nou, de zaak maar op slot met de kerst en dan lekker blijven zitten. Ja, dan sluiten we ons bij aan. Ja, zullen we dat doen? Mooie kerstwensen. Okay. Dank voor het kijken. Dit was Ondernemend. Graag tot volgende week. Tot de volgende keer.